Goedemiddag, ik ben Jeff de Korte en ik kom een korte voorstelling geven over houtskool, het materiaal en de basistechnieken. Ik zal mezelf juist even kort voorstellen. Ik ben al gans mijn leven illustrator. Ik heb veel getekend voor de advertentiewereld en ook voor Walt Disney, Studio 100. Eigenlijk een heel verscheiden aantal klanten en stijlen. In 2018 ben ik opnieuw begonnen met olieverf schilderen na 30 jaar. En ik zal je een paar dingen laten zien van mijn deze olieverf schilderijen. Dat zijn de technieken die ik vorig jaar getoond heb in een workshop voor de Gouden Pluim rond houtskool ook. En dat was vooral gericht op het tekenen van vachten en dieren. Dan schilder ik ook portretten. Een beetje Walt Disney artwork. Ik ben ook veel bezig geweest met digitale tekeningen en schilderijen. In Photoshop. Dat is dan oud Disney artwork geschilderd in airbrush. En heel veel commercieel werk, dus realistische illustratie voor de verpakkingsindustrie en voor Studio 100 en Walt Disney. Voor theatershows, plaatnieuws, een beetje van alles eigenlijk. En mijn werk is ook verschenen in een internationaal tijdschrift. Een heel goed tijdschrift met alles rond kunst, vooral gericht naar kunstenaars en galerijen. En een van mijn werken, mijn olieverfschilderij, is hier ook in verschenen. Dus dat is een beetje kort van wie ik ben en wat ik doe. En dan ga ik nu eerst de materialen een beetje voorstellen. En daarna een paar basistechnieken tonen. Dus in het begin zal het een beetje meer praten zijn en later een beetje meer demonstreren. Dus het gaat over houtskool. Een goede vraag is, wat is houtskool eigenlijk? Houtskool is eigenlijk verbrande takjes. Maar die worden verbrand in een luchtdichte container, zodat er geen zuurstof aan kan. En daardoor blijven die takken heel. Dat zijn meestal takken van wijnranken of van wilgetenen. Maar soms wordt er ook ander hout gebruikt. Maar dat zijn de meest gangbare. Dus ik heb hier, om u het verschil te tonen, gewoon, dat is eigenlijk ook houtskool. Dat komt gewoon uit een houtkachel. Wat is het verschil? Dat is, je kunt daar in principe ook een beetje mee tekenen. En dat is wat de mensen al heel vroeg begonnen zijn, zelfs in de prehistorie zijn ze daarmee beginnen tekenen. Dat is een van de oudste tekenmaterialen. Maar natuurlijk is dat niet gecontroleerd verbrand en is dat heel variabel van kwaliteit. Zelfs in één bepaald stuk kan dat zijn dat je heel goed kunt tekenen en dan plots op een stuk komt dat helemaal verbrokkelt. Dus het is tot op zekere hoogte bruikbaar, maar om goede tekeningen te maken heb je echt professioneel materiaal nodig. Dus die takjes die bestaan in heel dunne formaten of wat dikker en er bestaan zelfs nog dikkere. Kunt u ook gemakkelijk breken
en vlot gebruiken of fijn. Iets handig om te gebruiken als je tekent met houtskool is zo'n houderke. Deze komt van Nitram. En waarom is dat? Omdat zo'n houder, je houdt die automatisch zo vast. Terwijl moest je zo beginnen tekenen met een beetje zoals je schrijft, dan breekt dat direct af. En als je zo tekent, dan kun je daar heel zachtjes mee werken. Je kunt daar ook heel vloeiende bewegingen mee maken. En het is veel beter te hanteren zonder dat je houtskool gaat afbreken. Hoe doe je dan nu om van zo'n stom stukje een fijne punt te maken? Daarvoor hebben we een schuurplankje en je kunt die daar gewoon over schuren en voorzichtjes een beetje ronddraaien. Niet te veel druk opzetten, gewoon zachtjes erover schuren en een beetje een ronddraaiende beweging maken en dan krijg je op een duur een heel fijne punt. Ik weet niet of je het goed kunt zien, ik zal er ziet, dat is heel fijn. Je kunt daar ook heel dunne lijntjes mee trekken. Natuurlijk, hoe zachter uw houtskool, hoe zachter dat die punt weg is en dat je opnieuw een beetje moet bijslijpen. Dat poeder, dat gaat niet verloren. Dat gebruiken we ook om mee te werken. Er bestaan verschillende soorten houtskool. Bijvoorbeeld Nitram heeft die ook in verschillende hardheden. De groen is een B, de blauw is een H, de oranje is een HB. En dat zijn gewoon twee zachte. Sommige zijn in vierkante blokjes. En die kun je op dezelfde manier een punt aanslijpen. Die verschillende hardheden zijn wel handig, omdat veel van de houtskool die je zo koopt, de wilgentakjes, die zijn dikwijls vrij zacht en vrij donker. En op een bepaalde plaats in uw tekening ga je willen dat er een beetje zachtere tonen in komen en minder hard. Kan u bijvoorbeeld tonen, die blauwe is de hash. En die geeft een veel zachter patroon dan die wilde takjes. Dus wat hebben we dan nog? We hebben ook de geperste houtskool. Die bestaat in staafjes en in potloden.
Wat is nu het verschil met de gewone houtskool? In die staafjes zit dat is houtskool vermengd met een bindmiddel, waardoor dat je dat iets meer op een potlood lijkt dan op houtskool. Het is iets vaster, het is gemakkelijker om een fijne punt aan te maken. Ze bestaan ook in veel verschillende hardheden. En ieder merk is een beetje anders. In sommige van die potloden zit ook helemaal geen houtskool in, maar een of ander zwart pigment met een bindmiddel. Dat kan bijvoorbeeld lampenzwart zijn. Maar het is niet altijd duidelijk wat dat er precies in zit. Dan hebben we nog een andere soort, dat is de witte houtskool. Natuurlijk, iedereen noemt dat witte houtskool, maar dat is uiteraard geen houtskool. Houtskool kan nooit wit zijn. Dat is ook een pigment, een wit pigment met een bindmiddel. Welk precies weet ik niet, want de fabrikanten beschouwen dat meestal als fabrieksgeheim, hoe dat ze precies gemaakt worden. Er zijn ook veel verschillende soorten in verschillende witheden. Ik gebruik veel die van Generals, maar die zijn er moeilijk te krijgen. Dat is een Amerikaans merk. Die bestaan ook in staafjes. Maar er zijn veel andere merken die hier ook vlot verkrijgbaar zijn. Die meest ook dikwijls bij de pastelpotroden gerekend worden. Het enige waar je moet op zien is dat als je het wilt gebruiken samen met houtskool, dat er geen was in zit. Dat geen soort kleurpotloden zijn. Het moet echt een beetje krijtig aanvoelen als je ermee werkt. Dus het is best om een aantal testen te doen. En ik heb hier een paar testen gemaakt. Wanneer je met houtskool begint te werken, is het een goede manier om je materiaal leren te kennen, is een aantal teststroken te maken. Bijvoorbeeld die eerste is gewoon van die wilgenteentjes. De tweede zijn van die nitrams, waarbij dat je ziet dat ze veel grijzer zijn, veel minder zwart. En de laatste hier zijn, dat heb ik nog niet besproken, dat is gewoon poeder en dat is vloeibare houtskool. Hoe doe ik dat zo'n teststrookje? Ik trek meestal zo wat hulplijntjes. Ik ga het hier plaats maken. Ik heb hier een handige manier met zo'n latje om een paar altijd dezelfde lijntjes te hebben. Dat steekt niet zo nauw, dat is gewoon dat een beetje netjes zou zijn. Dus als ik met die houtskool zo'n streep zet, dan kun je dat begin wat uitwrijven en een verloop maken.
Eens dat je het begint uit te wrijven, zie je dat ook verlicht. Dus je kunt er verschillende keren over gaan. En op die manier kun je zien hoe, welke verlooptint mogelijk is met dat, die bepaalde soort houtskool. Ik zet er meestal ook zo'n een vlak onder, omdat we later willen zien met onze gom. Want tekenen met houtskool is eigenlijk evenveel gommen als tekenen. En niet elke soort houtskool gomt even gemakkelijk weer af. En het is ook afhankelijk op welk soort papier dat je bezig bent. Dus als ik hier met die kneedgom nu zie, als ik hier eens over ga, dan zie je dat dat eigenlijk heel goed wegkomt. Het blijft een klein beetje zitten in de structuur van het papier. Maar hoe fijner het papier, hoe meer dat je terug naar wit kan gaan. Ik zal nu eens die andere nemen, die Nitram. Ah, ja. Dus dat is een, die blauwe Nitram is een harde soort. Dus een papier waarop dat ik bezig ben is een goedkoop aquarelpapier met een vrij grove structuur. Zoals dat je ziet, zelfs al blijf ik hier overgaan, ik krijg dan nooit zo zwart als de gewone wilgenthee. We zijn hier hetzelfde. Ik neem een kneedgom. Je ziet die is heel gemakkelijk te verwijderen. Dus en zo heb ik van verschillende soorten houtskool die ik hier liggen heb, allemaal teststrookjes gemaakt. En zo kan ik ineens zowel het papier waarop dat ik bezig ben als de houtskool testen van de verschillen in warmte. Deze is een veel bruiner. Deze is allemaal veel kouder grijs. Sommige kunnen echt zwart, terwijl andere toch meer in het grijs blijven zitten. Dus dat is iets handig om thuis zelf te maken. Dat duurt ook niet lang. En te bewaren. Zodanig dat je een goed idee hebt van wat uw houtskool allemaal kan en niet kan. Ik schrijf er ook de naam om bij en het soort papier. Hier is een ander voorbeeld op getint papier. En dit zijn de potloden die ik hier getest heb. Je ziet ook verschillende hardheden en donkerheden. Dus op die manier maakt eigenlijk een hele goede staalkaart van het materiaal dat je hebt, waar je altijd kunt op terugvallen. Zijn testen met die geperste staafjes. Dus je ziet, als je die staafjes in bij je materiaal liggen hebt, dat zijn vijf verschillende staafjes, bijna geen verschil aan te zien. Dus het is handig om te zien dat er toch heel subtiele verschillen in elk zitten.
En goed te weten van wat zijn de limieten en wat kan ik ermee doen of niet. Hetzelfde met de witte houtskool, zullen we maar zeggen. Sommige potloden geven een veel beter wit dan de andere. Bijvoorbeeld, dit is die Generals. Die potloden. Die geven. Ik gebruik die liefst omdat die een voor mij het beste soort wit geven tegenover die andere potloden zijn allemaal minder wit. Vervolgens wou ik het eens hebben over papier. Deze tekeningen zijn gemaakt op zuurvrij passepartout karton. Dat zijn die gebruikt geweest zijn ook bij de workshop vorig jaar. Die hebben een vrij grove structuur, maar voor grotere werken zoals dit en dit vind ik die heel aangenaam om op te werken. En het is een stevig karton dat je gemakkelijk kunt rechtzetten en zo rechtstaand uw werk te doen. Want ik werk meestal liefst rechtstaand. Ook als je zo grote werken aan het tekenen bent en je legt ze plat voor u, dan krijg je een perspectiefvervorming. En als je werk recht zit, dan zie je de fouten die ontstaan zijn door dat je altijd je werk bekijkt in perspectief. Wat kan ik nog zeggen over papier? Dus je hebt het al gezien, we hebben wit papier. Heel veel aquarelpapier vind ik heel aangenaam op te werken. Liefst met een redelijk fijne structuur. Met houtskool is het wel altijd nodig van dat papier een bepaalde structuur heeft. Op zo glad gestreken papier, daar is bijna niet op te werken. Dus het moet ergens een beetje een beet hebben dat uw korrel kan vasthouden. Als dat zo'n super glad papier is, dan slibbert je daar gewoon over. Er bestaan heel veel soorten papier die al gereed getint zijn. Deze is een Rembrandt, een grijs papier met een vrij zachte structuur. Hoe kleiner uw werk, hoe beter dat is van toch een zachte structuur te hebben. Want papier zoals dit bijvoorbeeld is al vrij grof. En als je dan fijne details wilt tekenen, dan lukt dat niet goed omdat de structuur te grof is. Ik heb hier nog een paar andere soorten. Dat is van Canson, Mitaind. Er staat in een aantal verschillende tinten. Maar doorgaans werk ik liefst op zo'n soort middelgrijs. Hier is nog een soort, dat is een iets dunner. Komt erop aan van alles zo een beetje de papiersoorten een beetje te experimenteren en zien welk papier u best bevalt. Dat is voor iedereen een beetje persoonlijk, denk ik. Je ziet, er zijn heel veel soorten. Deze is een goed aquarelpapier. Dat gebruik ik ook om mijn portretten op te schilderen. Fijne structuur, stevig. En ik heb hier een paar
testen gedaan ook op. Dit is een vrij betaalbaar aquarelpapier van Hanemuller. Ik had hier een blad bij. En dit papier kun je zelf tinten ook. Ik zal straks tonen hoe je dat moet doen. Deze is vrij aangenaam op te werken. Het heeft alleen een nadeel dat de vezels redelijk gemakkelijk loskomen. Dat is een beetje het nadeel, want het is heel betaalbaar, vrij goed, maar je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Ik heb hier voorbeelden liggen waar ik zelf wat problemen mee gehad heb. Kijk, dit is een landschap die ik getekend had. En ik had dat afgeplakt hier. En het is een beetje los. Vezels zijn wel losgekomen met de kleefband los te trekken. Maar je merkt ook als je heel hard begint te gommen, dat je moet voorzichtig zijn om je papier niet te beschadigen. Van papier is dat het belangrijkste, zou ik wel zeggen. Een grovere structuur zoals hier is ook niet altijd een nadeel. Het kan een voordeel zijn dat je niet zo echt diep in detail kunt gaan, waardoor dat je je eigen een beetje dwingt van je niet te verliezen in details, maar te zorgen dat je vrij eenvoudig blijft werken. En er is altijd goed resultaat te halen met niet te overwerken. Als je bijvoorbeeld deze tekening ziet, die van die kat, dat is eigenlijk, als je dat van dichten bekijkt, helemaal heel eenvoudig opgebouwd. En vooral, het is een suggestie dat we willen wekken, een suggestie van detail. Dat is iets wat dat voor mij heel belangrijk is in een tekening. Dat is dat niet zo minutieus detail overal in zit, maar dat we het gevoel geven dat het heel gedetailleerd is, terwijl dat eigenlijk vrij ruw opgezet is. Dan, dat is zo het bijzonderste over papier. Zoals ik dat al eerder zei, het belangrijkste bij werken in houtskool is dat we ook altijd de houtskool kunnen weggommen. Dat is een tekening in houtskool is voor mij altijd een wisselwerking tussen teken, gommen, teken, gommen. Daarbij wordt ook die houtskoolpoeder gebruikt. Dus je kunt die klaargemaakt kopen in een pot. Deze is ook willow charcoal, dus van wilgenteen. Dus een heel fijn poeder. Ik gebruik dat ook en ik gebruik dat samen met het vijlsel van als ik punten slijp. Dat gaat gewoon in hetzelfde bakje. En een techniek dat je kunt doen bij het opbouwen van uw tekening is bijvoorbeeld in zwart een
een schets maken. Ik zet nu gewoon iets zeer simpel. Met dat poeder kunnen we erover gaan. En zoals je kunt zien, de oorspronkelijke tekening blijft erop bestaan. Blijft staan. Blijft lichtjes zichtbaar. Ik gebruik hier zo een van die schminkwattekes voor. Maar je kunt dat ook met Kleenex of gewoon een zakdoekje. En dan kun je eigenlijk met die kneedgom beginnen tekenen. Dus ik kan hier terug beginnen stukken uithalen. We zullen maar denken dat de piramides zijn die ik hier getekend heb. En die kneedgom kun je nu regelmatig eens opnieuw kneden. Daar komt een vuil vlak op en dan moet je het weer kneden om terug te kunnen gommen. Het voordeel van de kneedgom is ook dat je kunt een hele fijne punt aanmaken. En echt beginnen tekenen. Buiten die kneedgom zijn er nog heel veel andere gommen natuurlijk dat we kunnen gebruiken. Een gewone gom werkt ook, niet altijd even goed, maar je kan soms wat hardnekkiger dingen uitgommen die met de kneedgom minder opgepakt kunnen worden. En iets scherper. Dit is een gewone rubbergom. Iets wat ik ook veel gebruik zijn de potloodgommen. Die kunnen ook tot een heel fijne punt gescherpt worden. Waardoor je eigenlijk ook kunt gaan tekenen met je met uw gom. En dat is ook de manier waarop ik tekeningen zoals dit opbouw. Ik teken eerst een ruwe schets van die kat. Met niet te veel detail in, gewoon de bijzonderste delen op. De ogen, de vorm, de oren. En dan wrijf ik daar de houtskoolpoeder op en begin ik eigenlijk de lichten daaruit te halen. Dus ik toon nu iets heel eenvoudig. Dus je kunt er echt mee tekenen. Wat we ook nog hebben zijn die micro-erasers, deze zijn van MonoZero. Dat is een heel fijn gommetje. Waar je echt fijne details kunt mee uithalen. Bijvoorbeeld
ooglichtjes in ogen van een portret. Of haartjes. Zoals je ziet, er wordt eigenlijk evenveel getekend met de gom als met de houtskool zelf. En dat is een proces van voortdurend herhalen, een beetje gommen, weer bijtekenen, weer gommen. En zo krijg je een heel gelaagde tekening. Wat betreft gommen, wat we ook nog hebben, zijn de elektrische gommen. Ik gebruik het niet zoveel, maar het kan handig zijn om een keer een stukje terug naar wit te krijgen. Maar hier zie je met deze papier moet je al voorzichtig zijn om het papier niet te beschadigen. Hier zit meer zo'n harde inktgom op. Dat kan nuttig zijn voor zo heel fijne texturen te maken. Die moeilijk te doen zijn met die andere gommen. En wat ik soms ook gebruik, dat heb ik hier in dit gebruikt. Dat is in de elektrische gom zit eigenlijk zo'n houtskoolstaafje. En als ik daarmee teken, dan krijg ik heel harde zwarte, echt pikzwarte accentjes die ik ook goed kan gebruiken om een structuur mee op te bouwen. Of echt ergens donkere accenten te zetten, zoals hier in die bomen. Zo'n klein, om de diepste zwarten te maken. Dus dat is iets. Ik gebruik dat niet zoveel en het is ook niet echt iets om fijn werk mee te doen, maar het is altijd handig om te weten dat het kan. Dan buiten gommen, wat we ook veel doen bij houtskool, is de houtskool een beetje proberen te vervagen. Dus ik heb hier, ik kan het hier ook op tonen. Ik heb nu die zwarte lijntjes gezet, want die zijn heel zwart. En met de penseel kan ik die veel zachter maken. Het is een beetje, je kunt ook met je vinger er gaan overwrijven om te doezelen, of met dit een doezelaar. Maar penselen geven dikwijls een veel meer controle om fijnere dingen te doen. Ook hier met een penseel kan ik dat hier heel mooi gaan uitvlakken. En zo hele zachte grijstinten verkrijgen. En doordat penseel de houtskool pigmenten in de structuur van het papier duwt, kan ik uiteindelijk ook een zwarter vlak creëren, doordat de kuiltjes in het papier veel minder beginnen door te schijnen. Dus je kunt dat ook gebruiken om hetgeen dat ik hier getoond had met
met die teststroken. Dat is ook iets wat je kunt doen met het penseel, zo zacht, een zacht verloop maken. Je moet daar geen dure penselen voor kopen. De goedkoopste penselen die je kunt vinden zijn goed, of oude penselen. Ik gebruik een combinatie van zachte penselen en soms hardere penselen. Het hangt er vanaf welke structuur dat je wilt bekomen. Een hard penseel kan ook gebruikt worden om te gommen bijna. Want zo, dat penseel schraapt echt de houtskool terug van het papier. Het is eigenlijk allemaal veel experimenteren met de materialen die je hebt. En zo kom je tot je eigen stijl. Wat ik ook gebruik zijn die heel zachte. Die kunnen mooie verlopen maken. En in tekeningen zoals dit, dus die lijnen worden daar eerst ruwer op gezet en dan met een zacht penseel worden die uitgedoezeld. En zo krijg je eigenlijk die zachte haarstructuur. Iemand vraagt hier ook wat het juist is dat je gebruikt om zo hele fijne lijnen weg te gommen. Bedoelt je deze? Ik denk het, ja. Het was voor de fijne lijnen die je, denk ik, aangebracht hebt, ook op de tekening van die kat en zo. Dat zijn die. Dat is een Mono Zero Eraser van Tombow. En dat zijn. Je kunt daar vullingsjes voor kopen. Dat zijn hele dunne staafjes gommen. Dat is eigenlijk een beetje zoals een vulpotlood. En die zijn echt heel. Je moet die niet zitten scherpen. Die zijn altijd dun. En je kunt die heel goed gebruiken om haartjes mee te tekenen of fijne details. Er bestaat ook een platte versie. Dat is zo'n rechthoekje. Van hetzelfde merk. En ja, dat is gemakkelijker om zo wat strakker werk mee te doen. De rechte lijn. Dat zijn die fijne gommen. Iets anders wat je ook kunt gebruiken, maar niet altijd en niet op elk materiaal, dat zijn zo van die shapers. Dat is een beetje zoals een pen. Deze noemt de color shaper. Een flat chisel, dat is eigenlijk een rubberen punt. En die kan ook dienen om lijnen te trekken in uw houtskool. Dus het is. Er bestaat enorm veel materiaal ook dat je zou denken, wat dat dient voor iets heel anders, maar. Eigenlijk experimenteert zoveel mogelijk met hetgeen dat je in je handen krijgt en je komt wel toevallig op iets op dat bruikbaar is of dat iets net iets anders geeft dan een gewone gom of weet ik veel wat. Dus er bestaat veel materiaal die er echt voor gemaakt is, maar gebruikt uw fantasie en uw creativiteit en je vindt automatisch nieuwe dingen. Bijvoorbeeld dat
Hier met zo'n doezelaar, die kun je ook in je poeder duwen en dan er zo mee beginnen tekenen. En dat geeft dikwijls een veel gecontroleerder manier van werken dan dat je zo met die houtskolder weer beginnen op tekenen. Nee, dat kun je gaan verdoezelen ook. Maar dus die doezelaar, dat is eigenlijk ook in combinatie met die poeder een echt een tekeninstrument. Dus, ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk dingen uit. Wat ik nog moest zeggen van materiaal. Scherpers voor die potloden is handig om een goede scherper te hebben om er een punt aan te zetten. Ik heb al verschillende elektrische scherpers geprobeerd, maar nog geen enkele gevonden die voor mij voldeed voor houtskoolpotloden. Ik heb even terug naar die doezelaar. Krijg je die terug proper? Nee, niet echt. Dus maar, die gebruik je nu verder voor houtskoolpotloden? Ja, maar dat kost zo weinig, zo'n doezelaar. Je kunt die, gaat dat gewoon apart en dan gebruik je die alleen hiervoor. En de witte houtskool die je getoond hebt? Kun je daar nog eens op terugkomen? Ja, dus de witte houtskool, ik gebruik een Amerikaans merk, Generals noemt dat. Dat is een bekend merk in Amerika, maar ik heb hier nog niemand gevonden die dat verdeelt. Maar dat is voor mij het beste, de beste witte potlood dat ik ken. Er is er een van Derwent, dat hebben jullie ook, denk ik. Ook die is slecht, maar het is niet zo wit. Het is, ik weet niet, ik had hier op die test. Dus dat is Derwent. En dat is Generals. Dus ik denk dat je het verschil heel duidelijk kunt zien. En die Generals, die bestaan ook in zo'n geperste krijtvorm. Zo. Dat is niet een stukje, maar dat zijn zo'n blokjes. En, is het nodig voor die puntgommen te slijpen ook? Bedoelt je deze? Ja, mono eraser of zo. Nee, die moet niet geslepen worden. Die... Dat is omdat dat met die vullingetjes is. Ja. Ja, dus dat zijn hele fijne. Ik heb er hier trouwens liggen. Dat zijn de platten. Dus dat is zo een vulling. Ik weet niet of dat is. Het is in de fijne, denk ik. En het zijn ook platten. Maar het is eigenlijk hetzelfde systeem. Ik zal het er eens uithalen. Dus dat zit op zo'n plastic staafje en hier zit de gom. En dat hoeft niet geslepen te worden. Dus het voordeel is dat je altijd een hele fijne gom bij de hand hebt. En jullie verkopen die ook. Hè. Dus heel handig. Ja, dus scherpen. De meeste potloden die niet te zacht zijn, die kun je vrij goed scherpen in zo'n standaard scherper. Een slijper met een goed scherp
mesken. Anders, een andere oplossing is met een Stanley mes. Gewoon de traditionele manier gaan slijpen. En die kun je dan nadien ook op dezelfde manier als die staafjes gaan bijscherpen met dat plankje. In principe zou je dat ook met een zacht schuurpapier kunnen doen, want dat is eigenlijk niet meer dan schuurpapier dat daarop zit, maar ik vind deze wel heel handig. Het is altijd het is handig in gebruik en als je zo eentje koopt, er zitten ook vervangblaadjes al bij voor als je schuurpapier een beetje versleten is. Dus je kunt ook een hele fijne punt aan die potloden krijgen op die manier. Want met een mes, als je zo'n punt begint te slijpen, en het, is, het zijn van die zachte potloden, je moet zo heel, heel voorzichtig je stift proberen vrij te maken onder een hele een hoek die eigenlijk vrij gelijk ligt met je potlood, want die punten breken enorm rap af. En dat was het nadeel met die elektrische scherpers. In die elektrische scherpers breken de punten ook gemakkelijk af. En dan is het een miserie om dat er weer uit te krijgen. Dus deze is de traditionele manier. Het duurde een beetje langer. Maar als je het voorzichtig doet, ga je minst verlies hebben aan je potloden. Want hoe zachter de houtskool, hoe fragieler natuurlijk. Dus de potloden worden meestal gebruikt om de fijnere details te tekenen. Dus ik werk altijd van grof naar fijner. Ook met die, dat soort tekeningen, dat wordt heel grof aangezet en altijd iedere laag brengt meer detail en contrast. Iets belangrijk dat ik zou willen zeggen over het tekenen in houtskool en dan vooral in grijswaarden, ga juist daarover, over contrast. Ik zal iets... ik heb hier een boek bij. De manier waarop dat we grijswaarden zien en licht en donker wordt heel sterk bepaald door hetgeen dat ernaast staat. Dat is iets in de kleurenleer. Wordt dat ook gebruikt, wordt dat soms simultaan contrast genoemd. En dat is iets waar je heel erg moet van bewust zijn. Van, als je bijvoorbeeld aan het tekenen bent en je denkt van ja, dat moet lichter, dat moet lichter. En dat lukt niet om dat goed contrast te krijgen. Hetgeen dat eigenlijk moet gebeuren soms, is dat hetgeen ernaast staat donkerder moet worden. En om dat aan te tonen, ik heb hier dat boek bij van James Gurney, een heel goed boek trouwens, Color and Light. En ik weet niet of de camera dit goed kan zien nu.
Dus we hebben hier een schaakbord. En hier zie je twee vlakjes, 1 en 2. Een donker en een licht vlak. En die twee vlakken die hebben exact dezelfde kleur. Maar die zien er, het een ziet er bijna wit uit. En dat ziet er donkergrijs uit. Gewoon door hetgeen dat er rond staat. Ik zal het u tonen. Ik heb hier uitsparingen gemaakt. Als ik die hier over elkaar leg. Dan, ik weet niet of de camera het ziet. Dus die grijstoon, die zijn exact hetzelfde. En neem je dat weg, dan zeg je hier zwart, hier wit. Dus dat is iets heel belangrijk om in je achterhoofd te houden als je aan het tekenen zit. Dus hoe dat de contrasten van toon tegenover elkaar werken. En ik zal hier trouwens nog een ander voorbeeld op. Ik zal dit zo doen. Hier staat bijvoorbeeld een foto van een man. Het is redelijk klein, ik weet niet of dat zichtbaar is. Ja, ik kan het niet. Dus een man met een zwart pak, met een tijdschrift. En je ziet sommige delen van dat wit tijdschrift zijn donkerder dan het zwarte pak van die man. Dus naar gelang het licht dat erop valt, is de tint donkerder of lichter. Ik denk dat het kleine is. Ja, ik kan het even doen met lens, dan blijft het scherp. Laat het even slikken, ja. Dan, ja, zoveel. Ja. Ja. Ja, maar het komt er gewoon op neer dat dus iemand in een zwart pak die een witte krant vast heeft, dat delen van die witte krant kunnen donkerder zijn dan het zwarte pak. Als het zwarte pak strijklicht krijgt, dan krijg je ooglicht en bijna wit. En die krant die in de schaduw zit, die kan bijna zwart zijn. Dus dat zijn allemaal dingen om goed in het achterhoofd te houden als je iets aan het tekenen zit van bestudeert goed de lichtinval, bestudeert goed licht en donker. Ik heb hier nog een ander voorbeeld gemaakt.